welkom allemaal bij een nieuwe Whitescar Bad Report. We gaan vandaag Dol Guldur tegen Isengard spelen. Lotr, Hobbit, SPG. We gaan 1000 punten spelen, dus we hebben flink wat grote jongens erin gestopt. En we gaan Reconnoid spelen, Hold Ground spelen. En we gaan nu naar de tafel en de legers. Ik heb twee warbands, die zijn niet gedeployed met de dobbelsteenrollen, die worden allebei in één. Ik heb hier Saruman met 5 Uruk-hai met schild, 5 Uruk-hai met 4 Uruk-hai met pike, eentje met een banner en eentje met een kruisboog. En ik heb hier een Uruk-hai captain met heavy armor en schild, 5 met Uruk-hai's met schild en 5 Uruk-hai met pike. Aan deze kant van onze rijk gevulde tafel, kleine overview, heb ik mijn shaman met 4 berserkers, 4 Uruk-hai warriors met schild en een Isengard troll. Die beginnen in de linkerhoek. Hier heb ik Sharku met 4 Warriders met Throne Spears. En dan gaan we helemaal naar de andere kant. En dan staat hier in zijn eentje mijn Tourmalik. En hij is omsingeld door Dwayne's modellen. Nou, al mijn modellen zijn opgekomen. We hebben hier Sauron de Necromancer. Dan gaan we door naar mijn volgende grote vriend. En weer Azog. Grimma staat er wel naast, maar we zullen wel zien hoe dat uitpakt. Met wat prachtige Gundabad orks. En dan als laatste hebben we de Knight of Umbar op Felbeast. Nou, ben benieuwd. Het wordt een spannende wedstrijd. Heel veel kijkplezier. Mijn shaman die heeft Channel Fury wil die gaan casten. 2 wil op een 4. En dan is die in ieder geval gecast, dus hij gaat door. En dan kan ik even zijn movement afmaken. En hij staat achter zijn linie. Dit is het veld aan het einde van de tweede beurt. Mijn 2 warbands hadden gelukkig allebei een 6 gegooid. En die heb ik allebei bij de schuilende Dwemerlake gezet. Dwayne die heeft zijn Warriors en Azog bewogen. Grima die blijft nog eventjes in zijn eentje achter. Want in de volgende beurt gaat hij proberen weer bij te rennen. Dit is de Knight of Umbar. De Knight of Umbar die heeft een stuk geparkeerd en die gaat richting mijn Dwemerlake en mijn Warriors. Het zou wel logisch. In deze beurt zijn ze allemaal naar voren gegaan, zoals we net hebben gezien, en de Challenge Fury is gecast. We gaan nu naar de schietbeurt en Saruman heeft geprobeerd een Sorcerer Blast te doen, maar hij gooit een 2 met zijn gratis point. En dan gaan we door naar beurt 3. Prioriteit? Gaan we hem even filmen. Ik heb een 5. En Dwayne heeft een 3. Wil je wat doen, Dwayne? Nee hoor. Nee? Wil je iets doen? Helemaal niks. Oké, dan heb ik prioriteit. Mijn ringwraith, die beweegt 6 inch en die gaat proberen de necromancer te sap willen met 1 willpoint. Op een 3 plus is die gecast en ik gooi een 2, uiteraard. Dus zij gaat niet door. Gelukkig. Maar de Dwemerlake die gaat met zijn sap will gecounterd worden door Sauron de Necromancer. En Dwayne die gaat nu gooien. Hoeveel wil ga je gebruiken? Ik ga 3 wil gebruiken. Ik moet hem casten op een 4+. En wat ga je ook nog doen? Je gaat hem? Sap willen. Channelen. Channelen. Channel sap will. Hier komt hij. 6. Hij is gecast op een 6. Nou, dan ga ik hem natuurlijk proberen te resisten. Anders is mijn Dwemerlake er vandoor. Dus ik ga 4 willpoints gebruiken. En ik moet dit halen, want ik heb geen might points. En ik haal het niet. Oké, mijn Dwemerlake verdwijnt. Zo gaat dat. Who's the boss of the sap will? Ik ga met Saruman een Sorcerer's Blast doen in de shooting phase tegen deze Morannon Orc. 2 dobbelstenen, 1 van mijn gratis en 1 van mijn store. Cast op een 6. Dus die gaat door. Dan gaan we het dobbelsteentje rollen kijken of hij naar achteren gaat. 2 inch naar achteren. Dan moet ik even gaan. Oké, hij vliegt naar achteren, 2 inch. En daarbij raakt hij deze 2 modellen. Die vallen om.
Deze valt ook om. Wat we nu gaan doen is we gaan kijken wat voor wounds hij krijgt. Deze man krijgt een strength 5 hit en 2 strength 3 hits. Daar gaan we eerst voor gooien. Zijn verdediging is hoeveel? En ik gooi een 6. Dus daar is hij mee dood. En deze twee modellen ook, krijgen ook allebei een strength 3 hit. En strength 3 tegen defense 6 is een 5. Hij heeft geen schild, hij heeft een banner. Ja, dus als een 5, ik moet een 5 gooien voor de banner. En ik gooi een 3. En voor hem moet ik een 6 gooien. En ik gooi een 1. Dus alleen de Dark Marble is gedood. Prioriteit beurt 3. Prioriteit beurt 3. Een 5. Een 5 voor evil. En een 4 voor less evil. Prioriteit Dwayne, kom maar op. Laten we beginnen. Dwayne, wat ga je doen? Ik heb met Sauron de Necromancer heb ik Sauron even getransfixed. Ik cast hem op een 2+. En ik cast hem met een 5. Dus. En ik ga hem niet resisten. Ik blijf gewoon lekker staan waar ik sta. Dus hij blijft staan. Ik heb Sharku zo bewogen. En ze gaan allemaal een Throne Spear gooien. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 met een Throne Spear. En ze gaan allemaal gooien. Ga ik doen. Eerst gaat hij op hem gooien. 6 moet raken. Nee. Hij gaat daarop gooien. Oh, is dat de Throne Spear? 8 inch range. Nee. Deze gaat ook hem proberen te gooien. Ook niet. De laatste twee. Gooi ze wel tegelijk. Ik heb 2 hits. Dus dat is al goed. Mijn defense is 6. Mijn strength is 3. Dus dat betekent dat ik die 6 moet gooien. Ja. 6 gooien en dan verwonden. En ik gooi 6. Dus deze is. Oké, ik heb een paar kleine movements gedaan. Ik ga nu proberen met deze kleine held de ringwraith te chargen. Courage test met min 1. Hij heeft courage 3. Even spieken. Warriors. Courage 3 wordt 2. Ik moet 8 ogen halen. En ik haal een 6, dus dat haal ik niet. Dus hij blijft cowering behind lines. Deze gaat ook proberen er langs te lopen. Hij gooit wel 8. Dus deze loopt zo toedeledokie hier omheen. Trappen deze man. Oké. Okay. En dan heb ik nog wat pike supports. Ik ga er hier 2 bij zetten. En ik zet er hier ook nog eentje achter. Nou, hij was getrapped. Nou, charge. Oh, dan kan ik ook nog wel chargen. Ik probeer met hem ook nog eventjes. En ik gooi een 6, dus hij haalt het niet. 2 halen het niet. Deze is topzwaar, die valt om. Even kijken, wat hebben we nog meer? Het enige wat ik nog heb is een potentiële transfix van Saruman op Azog de Defiler. 2 voger, eentje uit de store en eentje van zijn staf. 2 voger. Gecast op een 5. Gaat Azog hem proberen te resisten? Ik ga hem proberen. Resisten. En ik doe dat met 3 wil. 3 wil, oké. 3 om een 5 voger te gooien. Helaas. Oké, hij is immobilized. Ik ga machtpunten gebruiken. 2 might points inzetten om hier een 5 van te maken. Oké. Okay. Dus 2 might points en 3 will points. Top. En dan gebruik je die van de White Warg of van Azog? Of moet dat van Azog? Nee, mag bij elkaar opstellen. Oké. Nee, is buiten range. En dat is alleen maar macht, hè? Ja, dat is wel macht, maar vooruit. Dus 2 might, 3 will. Geresist. En het kost hem 3 will en 2 macht. Ik heb één kruisboog, Urukai, die staat hier zo. En hij gaat proberen te schieten in de combat op Kamul, of op de Knight of Umbar. Hij heeft niet bewogen, ik moet een 4+ gooien. Daar komt hij. Gewoon een 5. Ik kan hem voor... In de combat is 1, 2, 3 op mij, 4, 5, 6 op jou. Cock dice, nog een keer. Een 6, dus hij is op jou. De Felbeast is 1 tot met 4. En 5 of 6 is de Ringwraith. En 3. Hij is op de Felbeast. En om te wounden, strength 4, defense 6 heb jij geloof ik, heb je Felbeast? 7. Armored Felbeast. Armored Felbeast, oké. Okay. Moet het 6 gooien. En ik gooi een 5. Dus daar gaan we weer niks bij. Oké, we zijn aangekomen bij de fight phase. De Urukai Captain en de niet getransfixte Azog gaan allebei een Rogue Strike doen. En daarbij gaat Azog ook nog eens in de Rogue Combat doen. En we gaan nu rollen hoe hoog onze fights komen. Ik heb een 5 nodig om op 10 te komen. En ik gooi een 3. Dus ik kom op 8. Hoe hoog komt Azog? 2. Dan komt Azog op 9 en dan gaat hij het gevecht winnen als hij hoog genoeg gooit.
Dan kunnen we gelijk het gevecht doen, want het is een rogue combat. Ik heb 2 attacks van mijn captain en 2 attacks van mijn pikeman. De witte zijn mijn pikeman. Ik ben toch een lagere fight, dus ik ga wel feinten met mijn captain. Ik gooi een 6. No. Ik heb 4 attacks van Azog, charge bonus, plus 1 supporter. Ja. Als de rode 6 is, dan win ik het gevecht. En wat gooi je? Zeg het eens even doorheen. Een 4 als hoogst. Een 4 als hoogst. Maar goed, ik heb nog 2 might over. Ga je hem daarmee ook, ga je die ook inzetten? Of ga je ze nog bewaren? Want anders ben je in één keer door je machtpunt heen. Ik ga ze wel gebruiken. Oké, okay. Azog is door zijn macht heen. Dan win jij het. Mijn pikemen gaan achteruit. Ik val op de grond. En dan mag Azog met zijn strength 5 en plus 1 op de wound, gok ik. Ja. Dan gaat hij proberen mij te wounden. Achter de deks van Azog. Alle boeken zijn weg. Een 5. Worden 6. Andere 4. 1, 6. Oh. Nou, en dan de support. En de support? Niks. Niks, mag ook eentje. Hè? Deze ook op de grond. Mag je nog een keertje doen? De support. 4. Dat worden 5. Dus dat is niet genoeg om door de defense heen 7 heen te komen. Maar we moeten wel even kijken, want jouw 4 worden 5. En jij hebt strength 5, defense 7. Moet je 5 gooien, dus al je 4 worden ook wounds. Ja. Hoeveel 4 had je? Ik denk wel dat er genoeg waren. Lagen waren er 4 erbij. Dus ik ga er gewoon vanuit dat hij doodgaat. Als het niet zo is, dan is het pech. Want zoveel woens ga ik niet inhalen als alle 4 5 werden. En dan mag jij doorbewegen. Waar ga je naartoe met Azog? 12 mensen kunnen in één bij Lotr gebeuren. 12 vuurs. Ja, nee, dat kan niet. Dat weet ik wel. Ja. Dus we gaan hem lekker een pikeman chargen. Soms staan er soort van vlaggetjes bij de... Charge 2 pikemans. Dat betekent dat ze niet mogen leaden. Dan gaan wij nu naar de volgende combat. Oké, we gaan door naar de combat phase. En Dwayne, jij mag kiezen welke combat als eerste doen. Nou, laten we gewoon verder gaan met Azog. Hij was toch wel zo lekker op dreef. Oké. Dus. 2 attacks van mij. Ik heb een 6. Nee. I'm trying. 4 attacks. Zit 5. 5 als hoogte bij. Ik heb geen white meer, dus. Oké, dan gaan we... Wat is de defense van je white warg? Wat is jouw defense? 5. White warg is ook 5? Ja. 5? Oké. Strength 4, defense 5 is 5 en ik ga ze dan op Azog doen. En ik gooi 1 wound. Ga je hem 7 met veet? Ja, ik ga gewoon een veetrol doen. 1 veet? Hoeveel veet ga je gebruiken? Eentje. En die haalt hij. Oké. Welke combat gaan we nu doen? Jij gaat terug. Nee, ik ga wel zien met mijn draad. Volgende combat. Oh, je poepjes zijn omgevallen daar. Oh ja. Die was scoort voor... Ja, zonder de 4 tegen 2 hier zijn. Wat gaan we doen? Ja, we beginnen gewoon met de eerste 4 tegen 2. Oké, 4 tegen 2. Gaan we doen. Hebben we nog een apart klik voor de scoorten? Ja, ik heb zwart voor mijn fainting Urukai. We gaan dit combatje doen hier zo, tegen deze 2. De zwarte dobbelstenen zijn fainting. Ik heb een 6. Een 6. Nou, gaan we eens kijken. Met mijn pike support. Mag jij gooien? Grijs is support, rood is gewoon swordman. Ga je feinten of niet? Nee. Oké, die win ik. Jij ja, gaat terug. Zwart was feinting. Ik heb strength 4, defense 6 is 5 om te wounden. En de zwart is 1 om te rerollen. Geen wounds. Nou, ik heb 1 zwarte reroll. En dat is een 3. Dus hij is niet verwond. Gelijk die volgende achteraan doen? Juist. Oh ja, trouwens nog wel banner reroll. Volgende combat dan? Ja. Ik heb een 6 weer. Met mijn pike. Nou, dan gaan we weer. Hetzelfde val. Ja, mooie. Een 3. Ik heb een reroll. Een 1. Een 1. Dus die win ik. Mag ik weer proberen te wounden. Ik gooi een 1 met mijn fainting dobbelsteen. En daar gooi ik nu een 6 mee.
Dus de voorste Morannon Ork die sterft aan de handen van de Uruk-hai. En die zetten we daar neer. Dan hebben we hier één combat. En die ga ik eventjes een beetje zo neerzetten dat ze niet omvallen. Deze was geschrokken van de enge velbiest, evenals deze. Dus deze twee vechten één op één. Zal ik bij jou komen gooien? De Uruk-hai gaat normaal vechten. Hij hoort een 4. En ik ga ook normaal vechten. Een 1. Een 1. Je hebt een banner in de buurt. Is die ver genoeg in de buurt? Ja, die is dichtbij genoeg. Je mag nog een. Een 1. En weer een 1. Het oog van Sauron helpt het niet gewoon niet. Dan mag ik proberen te wounden en ik moet weer een 6 gooien. Die is kokt. En ik gooi een 6. Dus de Morannon Ork sterft. En die zal ik netjes voor jou aan de kant zetten bij de dead pile. Dan hebben we nu Camul, of nee, sorry, het was Camul model, maar niet Camul zelf. Het is de Knight of Umbar. Jij hebt nu een standaard hogere fight, gok ik. Ik kan hem kopiëren. Jij kan hem kopiëren, maar standaard ben jij hoger, gok ik. Dus ik weet niet of je dat wil doen. Ik denk niet dat ik hem wil kopiëren, nee. Want ik heb fight value 4. Ik 5. 5. Dus dat ga je niet doen. Mag je ook nog andere dingen kopiëren? Nee, alleen je profiel. Oké. Ja, precies, mijn profiel. Maar mag je ook nog strength veranderen dingen? Dat wil je denk ik niet. Strength 4. Ja, ik heb ook strength 4. Ja, je velbies heeft strength 6. Toch? Ja, man. Ja? Strength 6, defense 7. Prima. Ja? Gaan we vechten? Ik heb 4 attacks. Ik moet kiezen of ik met mijn velbies wil vechten of met je ring rate. Ik ga met mijn velbies. Oké. Okay. Die heeft een 5 value 5. Ja. En die heeft 3 attacks. Oké. Okay. Nee, 2 attacks, sorry. 2 attacks? Oké. Okay. Ik heb er 4. De zwarte die gaan feinten. Ik heb er 5 als hoogste. Wat ga jij doen? Een 1 en een 2. Ideaal. Ideaal. Oh, ik vergeet er zelfs een, want hierachter stond er ook nog eentje. Dus die gaat wel mee proberen met verwonden. Je bent trapped. Ben je trapped? Ga je nog opzij? Nee, ik kan nog wel opzij. Ik ben niet helemaal trapped. Ik loop hier heen. Dus ik kan nog opzij, maar moet ik gaan wounden? Jouw ringrate is defense 8, hè? Defense 8 is 6, hè? En jouw felbeast is 7, dat is ook 6. Nou, dan ga ik op je ringrate gooien. En ik doe geen wounds, want ik moet 6 gooien. Volgende keer ga ik je trappen, weet je vast doorheen. Volgende keer ga ik je trappen. Dat vliegt er wel overheen. Nee. Dan gaan we gelijk door naar prioriteit. Voor mij zijn dat alle combats. Alle combats zijn gedaan, prioriteit. 1 voor mijn kant en ook een 1 voor mij. Dus dat betekent dat ik hem krijg. Wat zeggen we verder van, Dwayne? Het gaat weer lekker met de dobbelstenen vandaag. Gaat weer goed, hè? Gaat weer goed, gaat hè? Weer goed. Okay. Dan gaan we komen terug naar de movement. Dit is hoe het veld er nu uitziet. Ik ben met mijn wargs en shark hoe ben ik erin gecharged. Ik heb allemaal throne spears gegooid en die deden allemaal helemaal niks. Grima die staat daar te wachten tot hij een gaatje ziet om verder naar het midden van de battle te trekken. Want de aanzocht zit zonder macht. Saruman heeft wel een succesvolle transfix gedaan. Die heeft hij geprobeerd te resisten, maar dat lukte niet. Zij zit nu zonder wil. Toch? Nog eentje over. Hij heeft er nog eentje over. Hij is aangevallen. Die ga ik zo terugbellen. De rest heeft allemaal gecharged. De Camul is gecharged door 1 model. De rest die er omheen staat is allemaal te bang om te chargen. Dan komt er die helse min 1 courage op voor al mijn modellen. Omdat er allemaal enge beesten in de buurt zijn. Sauron is er ook ingerend. Dus hij gaat in ieder geval 1 will verliezen. Maar we gaan kijken wat hij daarvoor terug kan doen. Deze modellen zijn allemaal aankomen rennen. En we gaan zien wat de combat gaat brengen. Oké, we zijn hier terug bij de combats en we gaan Azog als eerste doen. Hij is getransfixed, dus daar heeft hij nog 1 model eraf kunnen trekken. Dus het is nu de 2 attacks van Azog. Hij heeft er 2 vanwege de transfix. Ja, oké. 2 attacks van de transfix en ik heb 2 van mijn Uruk-hai. Dus ik ga normaal vechten. Ik gooi een 5 als hoogste. En wat gooit Azog? Hij gooit een 1 en een 4. Dus die win ik. Mag ik 4 attacks doen? Strength 4, defense 5 is 5, hè? Dan gaan we proberen om aandacht te verwonden. En ik gooi 3 1 en een 3. Dus dat is wel echt een hashtag bosje in dit geval. Geen wounds, ik ga naar achteren. Ik ga hem even proberen voorzichtig naar achteren te wandelen. En dan gaan we nu deze combat doen, want hier zat er ook eentje getrapped. Ik ga hem shielden. Hij gaat shielden. De zwarte is een fainting dobbelsteen.
3 als hoogste. Voor jij. Een 3 en een 4. Ik heb een banner in de buurt. Ik ga die banner ga ik even zo neerzetten, want hij valt heel de tijd om. 1 banner hier om. En ik gooi een 2 als hoogste. Dus dit wint de Morana Orb. Dan kunnen we naar de volgende combat, kunnen we deze doen. De zwarte zijn fetic dobbelstenen. Ik heb een 5 als hoogste. Wat heb jij? Ik heb een 5. Hoe kom je dat je 4 dobbelstenen hebt? Nou, ik heb 2 poppetjes. Ik ga shielden, hè. Ik heb dubbele dopjes. Ja, maar je moet wel in base context staan. Dus het is 1 support, maar je mag niet supporten als je aan het shielden bent. En je voorste benul gaat dan verdubbelen. Ik dacht dat iedereen moest shielden als jij shield. Als je in base context staat. Hey, sorry. No problems. Maar je met 2 gewoon 2 dobbelstenen? 6. Een 6. Mijn banner. Toch even proberen. Ik gooi een 4, dus die wint hij. Deze 2 gaan achteren. We hebben hier een banner. En Sauron. En een spear support. Tegen mijn normale modelletjes. Ik kan net zo goed feinten, want ik ben toch een lagere fight dan Sauron. Die heeft fight 7. De zwart is feinting. Ik gooi een 6 met de feinting dobbelsteen. Maar die gaat omlaag. Even kijken. Ik gooi, dus zijn fight value gaat omlaag. Dus dan maak ik niet zo'n fight dan. Ik gooi eerst voor Sauron. Ja? Ik gooi een 6. Een 6. Doe je wint die. Dan gaat hij naar achteren. Nu proberen te wounden. Met Sauron, met een strength 6. Strength 6, defense 6. En 3. Doet het niet. Dan hebben we nog een banner. Nog een banner. Doet het ook niet. En een spear support, dat gaat hij doen. Doet het ook niet. Dus hij overleeft het. Goed gedaan, kleine Urukai. Je doet het heel goed hier zo. Laten we Kamoem als laatste doen, denk ik. We hebben hier een Urukai tegen 2 normale warriors. Ik ga normaal vechten. Ik heb 4. 2 ene. Hoende, ik moet 6 gooien. Om het leuk te maken. Dat doe ik niet. Strength 4, defense 6, 6 hè? Ja. Strength 4 tegen defense 6? Ja. 5. Oké, ik zie Nondi dood. Ik hoor een 4. Die gaan achteren. 3 verschillende. Deze kan hierheen. Laten we dan maar deze doen. De piekman tegen de warrior. Ik ga normaal vechten. Ik gooi een 6. 5 value, hoeveel? Ik heb 3. Oké, dan heb ik al gewonnen. Hoende. Een 2, of een 4. Dat is niet genoeg. Die gaat naar achteren. Zo, wel, ja. Zo. We hebben daar de Shield Warrior en een Spear Gundabad. Dan gaan we weer vechten. Ik ga niet feinten, ik ga normaal vechten. Een 6. Dan ben je. Win ik ook. Nog een 6 om hem te doden. Een 5. Dat is wel genoeg. Dus denk 4 defense 6 was een 5. Hè? Dus hij is dood. Die is arme Speerman kan weg. Ja. Speerman die vecht met een schedel aan zijn speer. How charming. Dan hebben we daar een Warg Rider. Deze heeft ook fight value 3, maar ik heb wel 2 attacks. Ik gooi een 6. Ik ga hem shielden. Hij gaat shielden. Een 4 als hoogste. Hij valt om, want ik ben het gevecht. Dubbele attacks. De Warg, hoeveel strength heeft de Warg? Weet iemand dat? Strength van de Warg? 4. Dan ga ik de strength van de Warg gebruiken. Want anders heb ik strength 3. Dan ga ik proberen te wounden. En dan moet strength 4 is weer 5. En dat doe ik niet. Ik gooi dubbel 1. Maar hij ligt op de grond. Dubbele attack. En dat groeit weer niet. Oké, de volgende combat. Wat we gaan doen is we gaan deze Warg Rider. Of heb je die al gedaan? Ja, die hebben we gedaan. En die was dood gegaan deze. Ja, die ligt hier de speerman. Oh, dat was de speerman. Deze is niks geworden. We gaan nu volgende. Oké. Okay. Dan heb ik weer 2 attacks. Want ik heb gecharged. Ik ga shielden. 4. 5. Ik kan de rest niks aan doen, dus jij wint hem. Oh, je ging shielden? Ja, nou daar ga ik naar achteren. Dus dan hebben we deze 2 hier zo. Dan heb ik 4 attacks. Ik heb een 4 als hoogste. Ik heb een 3 als hoogste, dus die win ik. Dan heb ik dubbele attacks op het op de grond liggende modelletje. Ik gooi een 5 en de strength 4 van de Warg is dat genoeg. Dus hij gaat van het veld af. Hebben we daar nog eentje nodig? 2 attacks. Ik heb 2 als hoogste. En een 6. Dus die win jij. Ik word naar achteren geduwd. Maar jij hebt geshield, dus je kan geen strikes maken. En dan hebben we hier Sharku. Hij is getrapt door alle warriors. Ik heb 2 attacks. Ik heb gecharged. Ik heb een charge bonus. 2 zijn normale attacks.
omdat ik jou in het... Nee, ik ben nog steeds de eerste gecharged. Ik heb fight value. Ik even spieken. Voor mij heb ik 4. Dus als ik er 6 gooi, dan win ik hem. Ja, ik heb 4. Oeh, 2 vieren. Dan kijken wat Dwayne doet. Een 5. Oké, nou dan gaat Charcoal machtpunt gebruiken om zich in ieder geval uit deze nesten te werken. Dus daar waren er ook weer 5 van en met zijn hogere 5 value wint hij het gevecht. Dan vallen je modellen om en dan mag ik 6 aanvallen gebruiken, of mag ik 2 per model mag ik gebruiken. Ik heb strength 4, dus elke 5 die ik ga gooien zometeen betekent een dode warrior. Op de eerste piekman, of spierman hier zo, dan gaan we daar naartoe en dan gaan we naar de achterste. De eerste attack, een 5 over. Die betekent dat hij dood is. De tweede spierman hier. Die is niet dood. En de laatste gaan we voor de swordsman. En ik gooi weer een 5. Dat betekent 2 dooien aan de hand van Charco. Dan wordt de Tower of Doom gezet. Kunnen we even verder naar de laatste combat volgens mij. Ja, we hebben er nog 2. Hierachter hebben we nog een Marannan Orc tegen 2 Urukai. Dan heb ik weer mijn zwarte Fainting dobbelsteen en mijn witte Spearman. Ik gooi een 6. Dus die, jouw fight value is 4. Dat zijn Marannan Orcs. Ja, ik weet wel, maar en ik win het gevecht. De zwarte was een Fainting. Als ik een 1 gooi, mag ik hem opnieuw gooien. Ah, dit is niet nodig. Op de eerste dobbelsteen slaat hij hem al dood. Dus deze gaat weg. Ik ga ook naar de dode stapel. Dat is de Goonabad dode stapel. En als laatste hebben we nog de Dark Marshal tegen mijn ene eenzame warrior en de Spearman. Knight of Umbar, zeg ik, is allemaal hetzelfde. Gaan we de Felbeesten? Ja, we gaan de Felbeesten aanvallen. Ik heb mijn warrior en mijn piekman. Ik ga wel feinten, want ik heb toch een lagere fight value. Gewoon 2 als hoogste. Een 3 als hoogste. Mijn banner is nowhere to be seen. Dus ik ga de piekman gaan achteren om ruimte te maken. En wat ga jij doen? Ik ga hem hurlen. Hij gaat hem hurlen. Welke kant ga je hem ophurlen? Ik ga hem richting Saruman. Richting Saruman ga je hem hurlen. Ga maar eens kijken hoe ver je komt. Ik heb strength 4. Jij hebt strength 6. Dan wordt het 2 inch plus D6. Dus rol je D6 maar. Kijk hoe ver je komt. Plus 3 inch. 5 inch wordt hij opzij geworpen. Als jij, oh ja, jij mag meten, jij bent jouw hurlmodel. Hoe ver komt hij? Beest te beest, hoe ver komt hij? Hij raakt hem aan hoor. Lekker, 1, 2, 3, 4. Hij krijgt 3, streng 3 hits. Of zeg 4 met Saruman erbij. Deze ligt op de grond. En die doen? Als die gaat dan. Prima. Twee dokjes, hè? Ja, mag je. Kijk, ik krijg 4. 1, 2, 3. 4 string 3 hits. Dan gooi ik met 2 dokjes iedere keer. Nee, 1 dokje. Nee, maar ja, die moet je toch op hem doen. Oké. Okay. Die vallen allemaal op hem. Dus 4 string 3 hits. Kijk, zo goed is. Er zit geen 6 dus, hij heeft defense 6. Dus ik ga er eigenlijk niet vanuit dat hij dood is. Strength 3, defense 6, is 6 gooien. Dus daar is hij niet meer dood. Hij krijgt ook nog een strength 6 hit van het gooien zelf. Die mag je ook nog even doen. Strength 6, defense 6 is 4. Kijk of dat lukt. En dan gooit hij ook geen 4 mee. Dus hij, deze dappere Urukai overleeft het. Nu kijk of de rest nog nog doet. Deze krijgt een strength 3 hit. En 6. Doet hij niet. Het volgende krijgt ook een strength 3 hit. Die gooit, die gaat dood. Dus dat is een casualty voor de Urukai. En de laatste warrior, strength 3 hit, geen wound. En als laatste Saruman, die heeft defense 5. En daarvoor moet je een 5 gooien. Een 5 over en een wound op Saruman, kom maar op. En hij gooit een 4, dus wederom geen wound. Je kan je macht inzetten als je wil, maar dit is hurlen. Mag je daar macht voor inzetten, ja toch? Dat is toch gewoon om te doen, hè? Dat weet, ja, het is een hurl. En je gooit dit is tegen elkaar aan. Dus ik weet niet of je dat kan beïnvloeden. Dat weet ik niet. Ja, ja, prima. Je mag zo'n beetje overal macht zo in. Dus, techniek. Zo, we gaan rollen voor prioriteitsbeurt. 5? 6? 4? Ik heb 4. En een 2. Dus de prioriteit gaat naar Saruman en zijn fornuiten. Oké, we komen weer aan het einde van de movement phase. De kruisboog heeft een schot gelost op de Felbeast, maar die heeft gemist. Alles heeft gecharged en gedaan. We hebben 2 heroic moves gedaan. We hebben eentje gehad met Saruman en eentje gehad met Sharku.
Saruman die won de roll-off en charged de prompt de felbeest, waardoor hij geen heroic move meer doet. Waarna Sharku de boek af kon maken en klem kon zetten. Deze staan in combat, maar die glijdt van de heuvel af. Throwing Spears hebben niks gedaan. Grima kon er precies tussendoor sneaken, zodat als er machtpunten gebruikt moeten gaan worden, dan wordt het misschien lastig gemaakt. De shaman is gesap-willed, waardoor hij geen will meer heeft en ook dus geen vuur meer kan geven aan de rest. Dus hij is nu gewoon een hele dure speersport. De troll die komt er ook aangerommeld, kijken of hij wat kan doen. En we gaan nu kijken, we gaan nu naar de combats. De prioriteit was bij Dwayne, dus we gaan even wissel de wissel. Wissel de wissel. En je mag Dwayne kiezen welke combats we als eerste doen. Nou, we beginnen gewoon bij de Warg Riders. De Warg Riders, oké. Okay. Welke wil je als eerste doen? Ik zeg gewoon Sharku. Sharku, oké. Okay. Sharku heeft 3 attacks. Shielden. Oh, een 2 als hoogste. En een 6, dus die wint hij. Ik doe een stapje terug. De volgende, deze. Ik heb ook weer 2 attacks. En een 5 als hoogste. Een 5. Dan win ik hem op fight value, want ik heb hoger. Oh nee, wat? Ik ben een ork. Wat is de fight value van een warg, Jeroen? Heel laag. 3? 3, oké. Dan zijn we. Dan zijn we geëqualed. Dus dan moeten we een dobbelsteentje rollen. Roll off. Je hebt prioriteit, je mag rollen. Dus, 1, 2, 3. 1, 2, 3 is Sauron. En een 2. Het is een 2, dus hij wint. Zo. Je had geshield, hè? Ik ga meteen nachecken. Heb je normaal gevochten of geshield? Ik heb deze normaal gevochten. Oké, dan mag je woonden. Dus dobbel maar. Ik heb defense, ik heb alleen mijn throwing spears. Defense 4. Defense 4 tegen een strength 4. Yes. Hoe staat het? Strength 4 is 4. Komt ie. En dan wordt het 1, dus hij overleeft het. The Eye of Sauron is not upon you. Dan hebben we een volgende. Ik heb hier 2 Warg Riders tegen 1 eenzame warrior. Deze gaat wel shielden. Hij gaat shielden. Ik ga normaal vechten. 6. Een 6. Kijk wat hij doet. Een 4. Mag ik woonden? Hij ligt op de grond. Dubbele attacks. Deze eerste niet. 5 of ook. Kom op. En ik doe het weer niet. Dus hij ligt op de grond, maar hij blijft wel even stug in leven. Die valt op de grond. Time. Hebben we hier eentje. Ik ga normaal vechten. Ik heb weer mijn charge bonus, 1 attack. Ik heb een 6. Mag jij proberen om 6 te gooien? Voor de 5. 5. Ach, probeer te woenden. Dubbele attack. Een 4 en een 3. Ik had toch wel verwacht dat je op horses schiet. Tweede deel van de attack. En ik gooi een 5. Dus hier is die mee doodgemaakt. You'll be sent to the Tower of Doom. Het wordt druk op de Tower of Doom, Dwayne. Wat vind je ervan? Ja, het gaat hartstikke goed. Het gaat al hartstikke goed. Hoort bij het plan. Het is all part of the plan. Deze gaan we nog eventjes doen. Ik heb weer 2 attacks met een charge. Mooi 4 is ook staan. Hij gaat shielden. Een 6. Dus dat was dat. Hij heeft geshield. Ik word naar achteren geduwd, maar ik krijg geen wounds. Wat wil je doen? Deze? Ja hoor. Ja? Een warrior. Ik ga normaal vechten. Ik heb een 3. Kijk wat doe je. Een 6. Die wint hij. Ik word naar achteren geduwd. Flopper plop. Zesje. En dan gooit een 1. Welke combat wil je dan doen? Welke, doe maar Azog. Azog tegen 1 Sietman. Was je immobilized? Nee, hij is niet niks is immobilized. Jij hebt gewoon 3 attacks dan? 3 attacks. Ik ga normaal vechten. Een 5. Je hebt ook een 5. Dan win je het op fight value. Ik word naar achteren geduwd. Je hebt niet gecharged. Je ligt niet op de grond. Maar ik ga waarschijnlijk wel dood. Je hebt plus 1 om te wounden. En daar zitten 6, zitten 2 6 tussen, dus dat is mega overkill. Mega overkill. Hebben we daar nog een kleine warrior. Speer tegen spijk. Ga normaal vechten. 1. Een 1 en een 4. Die wint die. Ik ga naar achteren. Welke combat wil je dan doen? Zullen we maar de Knight of Umbar doen? De Knight of Umbar, gaan we doen. Ik heb 1 piek en ik heb 1 warrior met piek support. Vechten dus fel beest. De witte zijn pikes en de zwarte is fainting. Ik heb een 5 als hoogste. 2, 3 en 1. Zit mijn banner in de buurt? Ja, hij zit in de buurt. Dus we kunnen deze nog even laten liggen. Je banner is in de buurt. Eentje opnieuw rollen. Een 2. Dus die win ik alsnog. Dan mag ik proberen te woenden. Je bent niet trapped. Je kan naar achteren, maar er zit een klein ravijntje. Dus laten we voor de veiligheid van het model laten we hem even staan. We gaan woenden. Laten we eens even kijken. Een 2, een 2 en een 1. Dus er gebeurt helemaal niks. Helemaal niks. Dus hij gaat naar achteren. Dat doen we eventjes niet, maar het gebeurt wel. Welke wil je dan doen? Zullen we de volgende maar even Sauron de Necromancer doen? Sauron de Necromancer tegen 2 eenzame oerkaaitjes. Laten we eens even kijken wat er gaat gebeuren. Ik ga feinten, want ik ben toch een lagere fight value. Ik heb een 5 als hoogste.
Een 2. Oké, dan win ik hem. Wil je nog macht gebruiken? Absoluut niet. Absoluut niet. Oké, okay, dan gaan we proberen te wounden. Jij hebt defense 8. Yes. Defense 8 is een 6 voor mijn machtige Oerukai. We gaan 2 6 gooien, kijk maar. En we gooien een 2 en een 3, dus dat gaat niet lukken. Sauron wordt wel naar achteren geduwd, want ja, wij zijn gewoon zo goed. Of Sauron zo slecht, ik hou het even in het midden. Wat hebben we dan? We hebben nog een peak support en een... ik ga normaal vechten met mijn Oerukai. En er staat daar een banner en een peak support. Welke is jouw banner? Rood is mijn banner. Oké, okay, ik krijg een min 1. Een 3 voor mij. En welke was het je banner? Wit. Wit. Oké, okay, dus je wordt een 3, allebei een 3. Gelijk rol. Ja, nee, dat zijn Morans. Die hebben 4. Nee, 5, 3, streng 4, denk ik. Ja. Dus dan win ik. Win jij hem? Flex, ik win hem. We gaan normaal aanvallen. Een 5. Strength 5, defense 6. Is het dood? Ja. Oké, okay, dan is jouw banner dood. Dan wordt hij doorgegeven aan hem. Dus dan gaat deze hier naartoe. Hoppakee. Ja, maar dit is het bord niet. Wat hebben we dan nog meer? We hebben hier nog 1 op. Oh nee, die was tegen de. Nee, precies. Dus 1, 2, 2 fainting en 2 peak support. En lekker schilderen. Ik heb een 6. Dus die win ik. Jij kan wel naar achteren. Dus normaal vechten 5 op naar de dood. En ik gooi een 6. Het is een 13 dwergen. Oké, en het is een Morannon, dus je gaat daar naartoe. En dan hebben we nog 1 combat over, dat is deze. En die, dus dat wordt een zwarte fainting dobbelsteen. Shielden. Moet die 6 gooien. En dan gooi je 2 enen. Je hebt verdoemde dobbelstenen, Dwayne. Gooi hier even mijn hoen erop. Een 1. En daar is de magische 6 om hem te doden. Dit is Oin. Dit is... Zo. Even kijken, voor mij zijn alle combats gedaan en zo ziet het slagveld er nu uit. Er zijn aardig wat doden gevallen aan de kant van Dwayne. En we gaan eventjes kijken wat de... En dan ga ik eventjes een kleine sneak peek geven. Daar, voor de hold ground punten, heb ik ze daar eventjes in het centrale bord gezet. En dan gaan we nu naar de rol van prioriteit. Gaat het nog, Dwayne? Het gaat hartstikke goed. Een 4. En een 3. Prioriteit gaat naar de Oerukai. Einde van de movement phase. Deze heerlijke kruisbogenmannen blijven staan. Alle modellen hebben gecharged. 1 berserker is dapper genoeg om de Sauron te chargen. De troll gaat een omtrekkende beweging maken en hopelijk iets kapot maken de volgende beurt. Azog is gecharged door 2 modellen. En alle andere mannen zijn bezet gemaakt. Saruman heeft geprobeerd Azog te transfixen met zijn gratis dobbelsteen. En helaas, hij gooide een 1, dus hij gaat niet door. En we gaan nu naar de combats toe. Dus. Je hebt het weer. Ik mag kiezen waar, ja. Azog staat nu nog trapped. Dus ik ga het Azog als eerste doen. We staan allebei normaal vechten met de handwapens. Ik heb een 4 als hoogste. Ik ook een 4. En dan win jij het op fight value. En dan mag je wounden. Je hebt niet gecharged, geen charge bonus. Nee. Ik woon nog zo'n 5. Oké, okay, dobbel maar. Gaat worden. De eerste. Nee, ik fuck. Op de 2 zessen. 2 zessen zijn allebei dood. Dan gaan we naar de volgende combat. En dan kunnen we wel hier naartoe gaan. Dus dat mannetje daar. Ik heb 1 piekman. Die gaat normaal vechten met zijn dolk. En die gaat feinten. Ja, hij staat er tegenaan. Ik ga midden voor shielden. En de Warrider gaat vechten. Een 1 en een 3, dus ik win hem. Hij valt op de grond. 2 feinting dobbelstenen op de zwarte. En ik gooi een 6, dus hij is dood. Dus dan mag jij voorzichtig weghalen. Een beetje lastig met de camera in je handen. Also committed to the Tower of Doom. Zullen we dan even Sharko er maar doen? Doen we Sharko maar. Sharko heeft 1 extra aanval omdat hij gecharged heeft. Kom op Sharko. Oeh, een 2, 2 en 3. En 2 zessen van de Gunnabed Ork. Hij deed shielders helemaal geen strike maken. We gaan door naar de volgende combat. Sharko gaat naar achteren. Ik heb gecharged. 2 aanvallen van mij. Een 6. Kijk of Wilkens 6 haalt. Nee. Nou, niet. Je valt om. Ik krijg 4 attacks. Voor 5 is hij dood en gebruik de strength van de Wark. En ik gooi geen 5'en. Dus hij overleeft het, maar hij gaat wel met zijn billen op de grond. Dan hebben we daar nog een charging Wark op een model dat op de grond lag. Ik krijg 2 aanvallen. Ik gooi een 6. En 3. Dus ik win. Ik krijg dubbele strikes. Ik heb normaal gevochten met de zonders. En ik gooi 1-5. Met de strength van de warg betekent dat dat hij dood is.
Also to the Tower of Doom. De Tower of Doom wordt wel een druk appartementje zo, hè? Gezellig. Housewarming. Housewarming. Even kijken. Nou, deze had teruggetrokken. Dus dan hebben we dit gevecht nog. Dus dat is een Urukai Zwaardman en een Warkrider. De Warkrider heeft gecharged. En de Zwaardman gaat niet feinten, want hij heeft een hogere fight. Oh. Ging Kamul bijna vliegen? Ik zeg niks. De Zwaardman gaat niet feinten en de Warkrider gaat normaal vechten. Ik heb een 6. Dus dan win ik hem. Ik heb ook een fight value met de Urukai Warrior. We gaan hem proberen te doen. Hij is niet trapped. En ik gooi een 6 met de Warkrider, dus hij is dood. Ergens anders inzetten of ga je ruimte maken? Nee, dus ruimte zat nog. Stop. 4-kamer-appartementen ook. En dan hebben we de laatste Warkrider. Dat is deze. Gelijke gevechtwaarde, maar wel 2 attacks in de charge. Ik heb een 6. Kijk of die het kan halen. Tuurlijk niet. Een 2 en een 1. Het oog van Sauron zit inderdaad niet mee. Hij ligt op de grond. Ik krijg dubbele aanvallen. En ik gooi een 5 dus met de kracht van de war. Betekent dat hij dood is. Even kijken hoor. We gaan naar de volgende combat. En de volgende combat zal waarschijnlijk deze zijn. Ik heb 2 zwaardmannen. Die gaan allebei feinten. En ik heb 3 piekmannen. Die gaan allemaal supporten. Oh nee, deze voorste hier zo, die vecht normaal. Met zijn handwapen. Ik heb een 5 als hoogste. Hij heeft kans. En hij gooit een 6. Ik heb een banner in de buurt. Die ga ik wel gebruiken. Dit is feinting dobbelstenen. Met mijn normale vechtende piekman. Klop 6. En ik gooi een 6. Het is wonderbaarlijk. Het is wonderbaarlijk. Dwayne vindt het niet leuk. Ik ga stiekem zijn gewicht filmen. Okay. Ik heb wel gewonnen. Hij is wel trapped. Dus er worden wel pijnlijke dingen gedaan. En ik gooi 4-6 om te wounden. Is dat de hashtag awesome? Is de hashtag awesome? Ja, dat is wel. Hashtag cheesy. Hashtag cheesy. Dus hij gaat dood. Ik zie je dat. Gewoon een leger. Met daadwerkelijk gewoon soldaten. Ik zou All hero armies are lame. We gaan naar de volgende combat. We hebben een bannerbearer. Met 2 berserkers en een... Kijk, de piekman had het niet gehaald, volgens mij. Of had hij het wel gehaald? Oh, nee, hij had het niet gehaald. Ik weet niet meer. Maakt niet uit. Ik vecht met 2 berserkers en deze. De berserkers hebben volgens het boek 2 aanvallen. Je hebt een banner min 1 om te verwonden. Om meer om gevecht te winnen. Ik gooi een 6. Houd het wel. Fight value 4. Jij hebt fight? 4. Nee, 3. Fight 3, strength 4. Dan win ik hem. Hij is niet trapped. Dus hij mag weggaan. Kijk of het lukt. Berserkers, kom op. En ik gooi een 6 met de berserker. Ik heb berserkers en die krijgen min 1 omdat ze met 2 andere wapens weg. Dus je mag hem wel voor rollen. Oh nee, jij hebt ook een min 1, dus je haalt het ook niet. Want je hebt een banner. Ja. Okay. In dat geval gooi ik een 6 en is die dood. En de banner kan niet doorgegeven worden, want er staat niemand in de buurt om hem aan te geven. Dus de banner zal ik voor Dwayne even netjes hier inzetten. Op de dead pile. De onderhand broken. Jij bent nu broken. Oké, dat is goed om op te houden. We hebben nog de berserker tegen Sauron. Kijken of Sauron wel eventjes two cents kan geven. 2 attacks van de berserker. 2 zessen. Dat worden 5 dan, hè? En 4. Jij hebt nog machtpunten? Ja. Prima is niet in de buurt. Ik zet 1 machtspunt dan maar in. Oké, dan wordt het 5. En dan win je. Gelijk hoge fight value. Ja, die hebben een hogere fight value dan. Dan 1 om te verwonden. Ja, doe maar. 6. Strength. 6, defense 6, 4. En hij woont hem niet. Dus de berserker blijft levend. Uit principe zet hij een machtpunt in. Dus de berserker sterft. Zijn ziel gevangen in Saurons en Slave Army. Volgens mij waren dat alle combats, Dwayne. We gaan rollen voor prioriteit. Ja, moeten we niet 1-2 stapje? Weet ik niet of dat met dit scenario is. Moeten we even zoeken. We gaan even kijken. Dwayne, jij hebt de prioriteit en je bent broken. Dus dat betekent dat we op 1 of 2 is de game voorbij en dan gaan we punten tellen. Dus ik zou zeggen, dobbel maar. We gaan eens even kijken. Hij gooit een 2. Dat betekent dat de game voorbij is en we gaan punten tellen. Dwayne. Nou, Jan. Epic handshake. Bedankt. Dat was echt gezellig. Dat was awesome. Een leuk woordje. En we gaan zo terug met de puntentelling. Dwayne? Ja,
Epic handshake. Dat is awesome potje. Het is uiteindelijk, heb ik de punten nageteld, ik had 4 Uruk-hai warriors op objective staan. En 4 mannen die kwamen van de Shaman Warband meegelopen, die zijn lekker blijven hangen. Dus daar heb ik 4 punten van. Ik heb ook nog zijn leger gebroken in de laatste punt. De eerste middel was gebroken. Heeft Dwayne gelijk in 2 gerold waardoor de game voorbij was. Ja. Wat betekende dat ik uiteindelijk 7 punten verdiend. En Dwayne had er helaas 0. Helaas 0. Ik moet wel zeggen, ik heb echt wel weer heel veel meer. Ik heb Saruman weer gebruikt. Ik heb Wimmerlake gebruikt. En Wimmerlake laat de Seth willen. Channel Seth willen door Sauron en Hackman mensen. Geen goed idee. Je gaat gewoon dood. Gewoon gelijk op de eerste beurt. Ja. Dat is de tweede beurt. Dat is echt bizar. Ik weet ook nu heel goed dat ik niet Seth willen. Als ik daarna gezappeld kan worden. Dus zo leren we allemaal weer wat. Ja, wat ik zeggen, was voor mij ook wel echt een goed leermomentje. Daardoor ik mijn wil kwijt was. Ja. Dat was wel echt een. Ring rates zonder wil zeggen. Maar toen pakte ik echt zonder Grimblades anders. Even is 12% van heel leven, dat lijkt me van. En verder is de dobbelstenen, ja. Daar moet ik wel eens wat aan doen. Ja, een magneetje op gewicht of zo, dat zou ik wel aanraden. Want we hebben wel heel veel enig gegooid. Ja. Ik moet zeggen, tegen dit leger spelen is wel een van de engste dingen om te doen. Azog op White War, Saruman de Necromancer en een Felbeast met een Night of Mordor. Ik kon hem gelukkig heel vaak vastzetten, dus dat heeft echt mijn woorden geworden. Ja. Ik hoop dat je ervan hebt genoten, ik hoop dat jullie ervan genieten. Ik heb er ook een beetje voor. Waarschijnlijk revanche volgende week of zo. Volgende week weer. Jan, bedankt. Tot ziens en vergeet niet te liken, share en subscriben.